Hi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Sjoerd, engineer bij Verraam, werkzaam op de 3D printafdeling en het techcenter. Vandaag staan we hier in het techcenter. En in het techcenter testen wij of onze fietsen veilig op de weg kunnen. Daar hebben wij verschillende machines voor. Hoe wij dat doen, dat zie je nu. Dit hier achter mij is onze 3D-scanner. We gebruiken deze 3D-scanner dagelijks om te controleren of onze frames wel aan de toleranties voldoen die wij stellen. En om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden met een fiets weer bij ons naar buiten gaan. We gebruiken deze 3D-scanner ook om onze lasrobot zo efficiënt mogelijk in te stellen. Met behulp van de 3D-scanner kunnen we de mallen exact afstellen, zodat we altijd goede frames uit onze lasrobots krijgen. De volgende machine die wij in het techcenter hebben, is onze wielentestbank. Bij Verraam spaken we namelijk onze wielen zelf. Het voordeel daarbij is dat we ook onze eigen wielen kunnen testen en kunnen verbeteren. Daardoor kunnen wij in een zeer korte tijd de levensduur van een wiel testen. Dus 10 jaar levensduur kunnen wij in enkele duizenden kilometers testen op deze testbank. Een andere machine die wij hier in het techcenter hebben staan, is onze fietstestbank. Met behulp van deze fietstestbank kunnen wij de levensduur van onze fietsen versneld testen. Dat doen wij door middel van een lopende band waarop bepaalde hobbels zijn gemonteerd die eigenlijk krachten nabootsen die in het veld, dus wanneer jij zelf op de fiets rijdt, ook ontstaan. Zo kunnen wij in een tijdsbestek van enkele duizenden kilometers de gehele levensduur van de fiets testen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te liken. En wil je in het vervolg geen enkele Verraam video meer missen? Subscribe dan ook even op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer.